Jij weet het al. Ik. Jij weet het ook al. Zader. Alleen, het is een Tesla Model I. Oh, jezus. Ik moest deze dus achterlaten van jaren. Voor jou. Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik iets leuks in de garage staan. Jij weet het al. Ik. Jij weet het ook al. Zader. Alleen, het is een Tesla Model I. Een performance. Dus hij is echt fucking snel. En er zitten allemaal hele leuke snufjes op. Je kan de toeter veranderen. Er zit een megafoon op, zeggen ze. Echt? Ja, dus we gaan zo even met z'n allen kijken. Dat is leuk. Ja, is goed. Dan echt leuk. Maar ik ben heel erg benieuwd naar de megafoon. Hij zei, dit is dus een functie. Dan alles wat je in de auto zegt, wordt versterkt naar buiten. Dus dan mag ik maar niet, denk ik. Ja, weet niet. En je kan ook de toeter veranderen en zo. Maar het zit standaard op de Tesla. Hij zei dat er ook nog een lichtshow op zat. En een lichtshow? Dat was met die deuren en zo. Ja, dat is ook wel een keer geweest. Maar een lichtshow is blijkbaar nog anders. Nee, dat is, ja, dat is de X. Dat is die grote. Ik heb natuurlijk al een keer zo'n auto meegekregen. Toen hebben we erin overnacht. Toen die auto in een week. En deze heb ik nu 2 dagen. Daar staat hij. Hij is nog best wel dik, hè? Ik moet zeggen, jongens. Deze Tesla is echt heel dik uitgevoerd. Het is dus een performance. Met zwarte velgen. Helemaal in het zwart. Hij heeft ook nog zo'n carbonen lipje hier. Kijk. Ja, ik kan hem niet hier opladen. Want dan moet je een pasje hebben. Ik heb het net geprobeerd, maar het lukt niet helemaal. Je kan er bijna 500 kilometer mee rijden, dus dat is echt veel. Maar het is echt wel het is echt een leuk dingetje. Kijk, als het goed is, kan ik hem openmaken omdat, ja, met mijn telefoon. Telefoon? Heb je geen sleutel? Nee, hij herkent zeg maar mijn telefoon. Maar is er wel een sleutel bij de auto? Ja, een soort van pasje. Hoe is dat wat mega dingen aan dan? Waar zou ik mijn camera neerzetten? Daar mag ik wel neerzetten hier. Perfecte vlogauto dit. Hè? Even kijken. Je hebt dus een megafoonfunctie. Dus ja, dat is echt het zieke van Tesla, jongens. Het is gewoon 1 scherm en daar kan je alles op vinden. Maar het zit ergens. Toybox. Nee, dat is de auto. Hier, boombox. Wacht, hier, megafoon. Hallo? Huh? What the fuck? Dit is echt heel raar. Hier, kan je ze van voren filmen? Ja, kan die man met de kabel misschien een stapje opzij zetten? Dit is echt heel raar. Maar wordt hij nou een beetje vervormd? Hij kunt fietsen op onder de man. Ja. Zeg nog eens. Hij had ik ook. Dit zijn ook echt van die rare dingen die alleen een Tesla kan. Maar ik... Nou, zo, hij is... Het is echt hard. Had je verwacht dat toen hij dat zei dat hij zo zou klinken? Nee. Dit is echt gewoon... Echt als een fontein in Malibu. Ja, dit is echt... Maar eigenlijk slaat het natuurlijk nergens op. Wacht, hier. Hoor je dit aan de voorkant? Ja, zeker. Het is echt raar. Dit maar is toch... je gaat zo rijden door de stad of zo. Ja, maar dit mag dus gewoon. Heb je ooit in een Tesla gezeten? Oh, nee. Oké, wacht. Godverdomme, vriend. Oh, jezus. Jongens, die auto, die Tesla is zo snel. Kijk even, kijk dit op, hè. Zo, hey, holy shit. Vermisseling nu al. Oh. Ik word altijd in een elektrische auto ook fucking misselijk. Ja, maar... Oké, jongens, ik heb de camera nu even neergezet. Even, we gaan naar de toybox, de boombox. Het is niet toegestaan hier te roken. Ze kijkt hier, ze kijkt nu in de lucht, kijk. What the fuck? Wat een jackie. We kunnen muziek maken. Net vader Jacob aan het doen. Jongens, dit is dus de toeter. Wacht, kijk. Maar ik vond die DJ ook leuk, hoor. Hoor je dit nou echt hard buiten? Ik heb Ella net eventjes afgezet. Huh? Waarom klinkt het best hol? Oh, huh? Ik heb Ella net even afgezet en ik ben nu onderweg naar Niek. En Niek is al een hele lange tijd niet meer in de vlog geweest. Want hij is eerst op vakantie geweest en daarna heeft hij nog andere leuke dingen gedaan. Maar ik denk dat hij dat eventjes zelf wil gaan vertellen straks. Als hij het wil vertellen, hoor. Anders dan niet. Maar goed,
Hij komt straks in de vlog, maar ik ga eventjes lang. Want hij wilde heel graag eventjes de Tesla zien. Want hij is, ja, hij was gewoon benieuwd naar die gekke dingetjes en zo. Maar echt, ik ging net even buiten staan, jongens. Maar ik laat het straks horen. Die toeter, je zou denken van, oh, het is gewoon een klein geluidje, net als die megafoon. Maar die toeter met dat harde geluid hoor je echt hard buiten. En als ik daarna bij Nick ben geweest, ga ik richting Gio. Dus het wordt nog een hele gezellige boel. Want ik ga lekker bij hem eten. Dus dat wordt leuk. Het wordt gezellig. Het wordt lachen. En het wordt lol maken. Ja. Oké, let's go. Ja. Hoe is je, Jovie? Ja, goed. Lang niet gezien, hè, Jovie? Mooi, hè? Hij is dik, hè? Ja, echt een lijve bak. Kom maar even lekker zitten, jongen. Zijn ze geen oppas met Kara van je? Oh. Maar is dit wel legaal? Mag dat wel? Ja, als je stil staat wel. Ga eens daar staan. Oh. Ik ben ook net wakker, hè? Goed, kan hij ook rusten buiten laten, ja. Buiten de auto? Hij is echt leuk geworden, kijk. Oh, kijk. Hij doet alles. Jongens, check dit. Kijk, blijkbaar neemt hij dus alle camera's die op de auto zit, neemt hij op. Kijk, dus je kan het altijd terugkijken, je hele ritje. Je hebt dan achter, links, rechts, je voor. Dat is wel gaaf, hè? Ik zit weer in de auto onderweg naar Gio. En ik was net bij Niek. En we hebben uiteindelijk niet verteld waarom hij een tijdje weg is geweest. Maar zoals jullie misschien op zijn Insta hebben gezien, Niek die doet mee met Expeditie Robinson. En ik mag niet vertellen hoe lang hij weg is geweest. En daarom is hij ook niet in beeld gekomen. Want dan kan je een beetje uitrekenen. Oké, hij is zo lang weg geweest. Maar ja, dus vandaar. Nu heb ik ook een elektrische auto. Ja, bro, what the fuck? Zo, ik moet zeggen, ik vind het wel vet, man, of zo. Ik vind het wel hard. Ja, ik dacht even een nieuw rijtje erin. Waar is nou gebeurd? Bij de golfclub. Hier, daar. Waar we gingen eten toen. Verwacht je ook niet? Nee, ja, totaal niet zo. Nou jongens, het komt goed uit, want ik zit nu op de helft. Kijk, je hoeft natuurlijk niet te laden, maar ik dacht, nou, ik doe het maar gewoon. We gaan hem laden. Nou ja, officieel. Ah ja, fuck it. Nee, broer, ik wil even laden. Volgens mij wel. Ja, ik kan nergens laden, alleen bij van die Tesla-punten. Alleen, dat zit niet in de buurt bij mij. Wat heb je? Hoi, oh, yo! Hey! Broer, goed gekookt, neef? Ja, bro, ik ben zo makkelijk. Hoogstandje. Oh. Nou, jongens, ga lekker eten. Ik moest deze dus achterlaten van jaren. Voor jou. Waarom? Ja, ze wilde jou een bloemetje geven. Ze vindt het zo zielig hoe je, zeg maar, jarenlang wel je best hebt gedaan om haar te overwinnen, maar dat het je gewoon niet gelukt is. Thanks! Alsjeblieft! Nee, voor wie zijn deze bloemen? Voor een andere YouTuber. Ik ga mijn excuses aanbieden aan iemand. Waarom? Aan Jesse Hoefnagels. Wat is er gedaan? Ja, lang verhaal. Wat? G, dankjewel voor de pizza en het lekkere eten. Goed gekookt. Volgende keer zorg dat Jan erbij is, dan... dan hebben we wel gewoon lekker eten, hè? Gezond. Ja. Nou, was gezellig. Hey. Wil je snifte mee? Ja, ik neem snifte even mee. Ik ga nog een keer proberen snifte te stellen, denk ik. Ja, vorige keer ging eigenlijk iets te makkelijk, hè? Ja, klopt. Toen was ik gewoon letterlijk naar binnen gelopen. Waar was ik toen? Jij was gewoon hier, volgens mij. Maar ik ben toen letterlijk naar binnen gelopen. De deur stond open toen, dus misschien moet ik hier proberen als de deur niet open staat. Oké, ja, maar goed. Ik weet hoe ik binnenkom. Ik zal even de deur open doen. Oh. Wil je me nou opsluiten? Nee, jongens, ik ga weer lekker naar huis. Een hele goede morgen. Jeetje. Wat een weertje, jongens. Heerlijk. Ach, ik heb helemaal zin in de dag. Want jullie weten, als het lekker weer is, dan ben ik blij. Oh man, het komt echt met bakken uit de lucht gewoon. Keihard aan het regenen, jongens. Het is zo'n dag. Maar goed, het kan natuurlijk ook niet altijd lekker weer zijn. Dus we hebben even pech vandaag. Maar Gio stuurde mij net een appje dat er ergens een soort van springkussenpark is in de buurt van Zoetermeer. En dat we daar misschien vanavond heen kunnen. Dus dat wordt hartstikke leuk. En voor de rest ga ik vandaag misschien eventjes sporten. Maar dat is het dan ook wel, want met dit weer ga ik helemaal niks buiten doen. Jongens, ik heb een shirt aangetrokken, maar dit is echt een heel vaag shirt. En kijk, als je er overheen wrijft, hij wordt steeds geler. Dus kijk, hier. Je ziet het gewoon veranderen. Hij wordt gewoon bijna helemaal geel. Maar ik weet dus niet hoe het komt. Volgens mij komt het misschien even te maken met iets van je lichaamswarmte of zo. Moet je kijken. Ik weet niet of het nou in de tussentijd heel erg veranderd is, maar... Kijk, hij wordt opeens helemaal geel. Maar gek, joh. Maar helemaal gek. Dit is echt lijp. Het is lijp hoe snel die gaat, hè? Ja, ik weet dus niet of ik het...
Ja, het voelt wel heel snel, ja. Het gaat echt fucking snel. Doordat er geen geluid is, valt het wel mee ofzo. Ja, maar dit is meer G-kracht dan een Lambo. Het is tijd om te gaan sporten, maar ik weet dat jullie het niet leuk vinden om te kijken hoe ik sport. Want ja, zo interessant is het ook weer niet. Dus ik zie jullie zo. Ben je klaar om te gaan springen? Nee. Ben je klaar om te gaan springen? Gaan we lekker springen? Nee. Mijn springkonijntje. Maar goed, voordat we gaan springen gaan we de auto terugbrengen. Helaas. Dus ik ga de sleutel pakken. En dan moet ik hem helaas terugbrengen. Daar loop je dan, jongens. Zonder Tesla. Ja. Oh, jongens. Wat is dit voor gekkigheid hier? Ben je klaar om te bounce, Amber? Hey, dit ziet er nog best wel dik uit ook. We gaan lekker springen. Met z'n allen. Zo, als je stel je was zeg maar 5 geweest, dan was het echt geweldig. Dan je hebt de rest weer leven. Moet je nagaan dat ik het nu nog steeds geweldig vind. Jij bent een 5. Ja, ik ben ook 5. Heb je er zin in? Ja. Ja? Ik ga je echt van die paal verrammen, jongen. Maar ik moet zeggen, ik vind dit echt geweldig. Ik vind het echt leuk. Weet je, zeg maar, je kan overal waar je kijkt, kan je gewoon springen. Kijk hoe blij jij ervan wordt. Ja, ik vind het echt geweldig. Kijk jongens, nu zullen jullie het weten, want de lichten staan aan. Maar hij is dus net weer helemaal laten leeglopen. En blijkbaar is het dus binnen 5 minuten weer helemaal vol. Ja, kijk hoe snel dat ding gaat. Hier, boef. Het is ook gewoon niet versneld. Nou jongens, we zijn van start. Oh! 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 Ja, gewoon beuken! Ja, joh! Hey. Dit is nog best lastig ook, of niet? Oké, jongens. Met je voet op de roze. Ja, die. Welke? Nee. Ja. 3, 2, 1, go! Oh! Oh! Nee! Nee! Oh! Ja! Nee, is het niet! Ja! Hij maakt op een gegeven moment zo'n draai zo daarboven. Oh, hij is veel sneller. Ik was belachelijk. Ja, ik vond je ook wel echt belachelijk goed, ja. Maar jij hebt wel uiteindelijk wel gewonnen. Ben je lekker aan het springen, poepie? Hij heeft bijna mijn nek gebroken. Wat ben je nou aan het doen, joh? Kijk. Laat jij zo... Yeah! Hoezo? Dit ging echt fucking makkelijk. Hatsa! Ik ben nu wel kapot. Ga maar springen. Wat een lange dag! Nee! Nee! Ik kan niet. Jongens, blijkbaar zat mijn lens dus net los, dus heel veel beelden zijn gewoon net niet scherp. Oh, maar jongens, ik ben echt aan het zweten, jongens. Maar gelukkig staat dit ding er. Wat een topper. Dit kan jij. Ik kan daar ook nog zo. Wat doet hij? 3, 2, 1. Ja, kan je niet beter in het midden gaan liggen dat allebei iemand aan die kant springt? Elkaar niet lanceren. Oké, boys, let's go. 3, 2, 1. Oh, what the fuck? Hey, ik ben gelanceerd. 3, 2, 1. Wow! Lanceer me eens en doe ik een achteruit salto. 2, 1. Wacht! Weet je wat er gebeurde? Kijk, ik zei wacht, weet je wat ik deed? Ik ging dus al springen voordat jullie gingen lanceren, dus ik ging helemaal bang. Hey! Dat was niet eerlijk, ik werd van achter begooid door Ricardo. Ja, begin maar met een koprol. Ja. Oh ja. Ja, nou, nu met de salto. Maar zal ik eens proberen? Kom op, doe het voor ons beide content. Hey, jij bent toch acteur? Ja. Kan je niet even doen alsof je arm breekt? Of voor jouw titel? Is goed? Ja, zullen we doen? Schiet me af. Deze veert wel goed dan. Waar denk je over na? Ik ben echt mijn levensgenieter op dit moment. Kijk me even liggen. Heerlijk. Ik zo'n dingetje in mijn mond, weet je wel. Zo. Ik
Oké, jongens, het is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat ik allemaal salto's kon en backflips, maar nu proberen. Ja, kijk. Zijwaarts kan ik waarschijnlijk wel. Ja, want hier... Wacht, waarom is dat zijwaarts dan? Ja, even gewoon achteruit, gewoon standaard. Ja, in die kan. Kan ik ook nog. Lekker hoor. Oh, ik ben wel kapot, maat. Met duizelig ook. Oh. Wij zijn weer thuis en ik was net aan het zweten, jongens. Dus ik ga eventjes douchen en een beetje opfrissen. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik ga morgen niet heel veel meer filmen of misschien bijna niks meer. Want ik ga iets doen wat ik nog niet aan jullie ga vertellen. En misschien horen jullie dat pas over een jaar. Maar ik kan het morgen gewoon niet filmen. Dus ik zie jullie morgen wel. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb helaas niet meer gevlogd. Want ik ben eigenlijk de hele dag bezig geweest met iets wat ik jullie binnenkort ga vertellen. Maar ja... Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zeg ik later!